Dag Hans, het is tijd voor onze maandelijkse videoblog waarin we macro-economische thema's behandelen. En voor deze keer schuif je de inflatie naar voren. Dat blijft een belangrijk gegeven, ook voor centrale banken. We hebben het Jerome Powell vorige week nog horen zeggen. Maar wat is eigenlijk de stand van zaken? Hoe zit het met de inflatie op dit moment? Ja, het brede plaatje is toch wel, of het grote plaatje zo je wil, is toch echt wel dat de inflatie fors gedaald is doorheen 2023. Op een gegeven moment spraken we van inflatiecijfers van 10% en meer. En eigenlijk zien we vandaag, zowel in Europa als in Amerika, dat er stilaan wordt terug aangeleund bij die inflatiedoelstelling van 2%. Hè. En dat allemaal tegen de achtergrond van voorraadketens die zijn genormaliseerd. Een herbalancering van de arbeidsmarkt ook, waarbij die loondruk wat is gedaald. De grondstoffenprijzen die zijn genormaliseerd. En natuurlijk ook door de inspanning van centrale banken die de rente sinds 2022 enorm sterk hebben opgetrokken. Hè. Maar recent zie je wel dat die inflatiecijfers net iets te hoog zijn om echt comfortabel te zijn. En daarom dat iemand als Jerome Powell zegt, kijk, we hebben al een enorme progressie gemaakt, maar we blijven wat onzeker. Ja, onzekerheid door die oplopende inflatie. Wat gaat dat betekenen voor die geplande renteverlagingen later dit jaar? Ja, die komt er nog, denken wij. Hè. Dus sowieso hebben wij al lange tijd voor ogen dat juni de maand wordt waarin centrale banken, zowel de Fed als de ECB, voor de eerste keer die rente zal verlagen. Dat blijft volgens ons het geval. Financiële markten zijn ook in die richting opgeschoven. Het feit dat die inflatie in het begin van het jaar iets wat aan de hoge kant was, had vooral technische kenmerken of karakteristieken waar ik nu niet dieper op wil ingaan. Maar alles wijst er toch op, althans in het basisscenario, dat toch terug het pad van 2% in het verschiet ligt verder dit jaar. En ook als dan de Amerikaanse economie wat afkoelt, zoals ik denk, consumptie die toch iets zwakker zal zijn, het effect nog van hogere rentevoeten, dat maakt toch denk ik dat de Fed nog altijd zal doorgaan om die rente te verlagen. Als we ons focussen op het Amerikaanse rentebeleid, dan kunnen we niet om de presidentsverkiezingen heen. Die zijn pas binnen 7 maanden, maar domineren nu al de actualiteit. Als je kijkt naar inflatiescenario's op middellange termijn, wat zal de impact zijn of wat kan de impact zijn van die verkiezingen? Ja, wat kan de impact zijn? Want inderdaad, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Hè. Dus het is niet alleen de president of wie president wordt, maar het is ook de samenstelling in het congres. Dat blijft het moeilijk om echt in te schatten. Maar een scenario dat ons wel plausibel lijkt, is een overwinning van Trump. Oké, het is misschien een beetje speculatief wat ik hier nu zeg. Maar als dat zo zou zijn, dan lijkt de kans ook reëel dat hij ook opnieuw, moet ik zeggen, met importtarieven zal komen. En dat zou de binnenlandse inflatie terug wat kunnen aanwakkeren. Op het moment dat dan de Fed eigenlijk de rente al aan het verlagen is, dat kan op die manier ook voor wat onzekerheid zorgen. Dus importinflatie, dan hangt het er wel vanaf in welke mate ook de dollar zal appreciëren. Als dat eigenlijk evenredig gebeurt, dan zal het wat betreft inflatieimport wel meevallen. Maar dus verschillende variabelen die we in de gaten zullen moeten houden. Ja, het is heel onzeker. Het is moeilijk om voorspellingen te doen. Maar als we dan eens naar de lange termijn kijken, welk soort scenario hebben jullie dan voor ogen? Ook hier onzekerheid troef, maar ik denk toch wel dat we het achtergrondplaatje kunnen schetsen. En dat is niet nieuw op zich, maar dat maakt deel uit van de manier waarop wij naar de economische realiteit kijken. En daarin is het zo dat die elektrificatie van de economie, die digitalisering van de economie, de klimaattransitie, dus energietransitie, dat die toch gepaard gaat met een enorme vraag naar grondstoffen. Dat tegen de achtergrond van een geopolitiek klimaat dat toch meer en meer gefragmenteerd wordt. Hè. Dus die geopolitieke spanningen zijn er. Dat kan ervoor zorgen dat die voorraadketens terug geïmpacteerd worden. Dat we geconfronteerd worden met negatieve aanbodschokken. En dan is het nog zo dat de vergrijzing parten speelt. En dat zorgt misschien op termijn voor iets wat hogere loondruk, omdat je met een krapte zit, structureel op die arbeidsmarkt. Dan ben je geneigd te denken, dat zal die inflatie structureel hoger brengen in vergelijking met vorig decennium. Maar eigenlijk is dat niet erg. Nee, dat is niet erg, want toen hadden we te lage inflatie. En dan maakt dat in sommige gevallen de inflatie te laag wordt, zodat je met je monetair beleid onvoldoende tractie nog kan hebben of genereren om die groei terug hoger te krijgen. Dus dat is een goed punt. Maar die conclusie dat de inflatie sowieso structureel hoger zal zijn en fors hoger, moet dan ook weer getemperd worden door ontwikkelingen op vlak van AI. Dus artificiële intelligentie. Misschien is het wel zo dat die productiviteitsstijgingen dermate zijn na verloop van tijd, dat die opwaartse inflatiedruk van die kant gemilderd kan worden. Dus, ja. Tot slot Hans, inflatie en rente, dat blijven belangrijke pijlers, ook in jullie beleggingsstrategie. Wat betekenen al deze evoluties nu voor de strategie? Ja, die inflatie is natuurlijk een belangrijke component van die rente. En die rente die heeft vandaag redelijk attractieve niveaus bereikt. En als investeerder
moet je die rendementen niet laten liggen. En zeker in het scenario waar wij van uitgaan, wij gaan uit van een zachte landingsscenario. Misschien hebben dan ook bedrijfsobligaties misschien een streepje voor. Maar wie zachte landing zegt en tegelijkertijd zegt van dat die rente nog wat naar beneden komt, ja, die geeft eigenlijk ook een vrij aantrekkelijk scenario voor aandelen. Want het is zo dat tot nu toe die aandelenrally voornamelijk gedreven werd door die grote technologieaandelen. Maar met die renteverlagingen denken we toch dat de brede markt extra van zou moeten kunnen profiteren. Ja. Hans Bevers, bedankt voor jouw toelichting. Tot de volgende keer. Graag gedaan.